3 minutes nummer 1552 met een uitzending van vandaag, 19 februari 2019. Dus de bulletin van dinsdag. Ik heb vandaag één nieuwsbericht. Afgelopen najaar heb ik bericht, trouwens ik heb geen data vandaag. Afgelopen najaar heb ik bericht over dat de budgetten voor de tijdsignaal- en calibratiezenders WWV, WWVH en nog een paar ingetrokken zouden worden. Deze zouden volgens de regering Trump onnodige geldverkwisting genoemd zijn. Voor zover ik weet zijn wel de budgetten ingetrokken om nog stormwaarschuwingen via de zenders uit te zenden, maar de zenders zelf die zijn in de lucht gebleven. Dat hoor ik deze week. Niet alleen vieren de bakenzenders dit jaar hun 100-jarig bestaan, het is in elk geval ook zeker dat er ook budget voor de zenders is voor het komende jaar. Het duurt nog even, maar van 28 september tot 2 oktober dit jaar zal er een special event station op de amateurbanden QRV zijn vanwege het eeuwfeest van de zenders. Ja, ik had voor vandaag een onderwerp voorbereid voor deze uitzending, maar dat bleek uiteindelijk nog niet voor publicatie geschikt te zijn. Om die reden neem ik iets waar ik wel over kan berichten. Het is net als het andere onderwerp een niet-amateur onderwerp. Het gaat over een van mijn favoriete onderwerpen, soevereiniteit, en dan wel met name over mensen die meerdere paspoorten of zelfs helemaal geen paspoort hebben. Dit is waarschijnlijk een deel in een serie van enkele afleveringen. Het item heet De complicaties van een dubbele nationaliteit. Recent is die dubbele nationaliteit weer in de publiciteit opgedoken als onderwerp in de aanloop naar de provinciale verkiezingen. PVV heeft voorgesteld dat mensen die twee paspoorten hebben in de toekomst niet meer zouden mogen stemmen en ook niet aan het bestuur zouden mogen deelnemen. Die opmerkingen hierover die waren regelrecht gericht aan Denk. Denk heeft meerdere mensen met een dubbele nationaliteit in hun gelederen. Daar zijn ze in de politiek overigens niet de enige in. Mensen kunnen er in een aantal gevallen niets aan doen dat ze een dubbele nationaliteit hebben. Meerdere landen maken het onmogelijk om hun nationaliteit in te leveren. Bij een land als Marokko geldt die nationaliteit overigens zelfs voor kleinkinderen waarvan de ouders niet eens in Marokko geboren zijn. En voor het nageslacht daarna geldt het ook. Soms krijgen mensen ook een nationaliteit als vorm van waardering. Dat overkwam bijvoorbeeld de Tunesische zanger Khaled, die als waardering voor zijn inzet voor de raaimuziek van de koning van Marokko naast zijn Tunesische en Franse nationaliteit ook een paspoort van Marokko kreeg aangeboden. Mensen kunnen bijvoorbeeld ook vanuit traditie meerdere paspoorten hebben. Veel mensen in Nederlandse Zeeuws-Vlaanderen hebben bijvoorbeeld ook een Belgisch paspoort. Zo kunnen kinderen ook in België naar een middelbare school of naar de universiteit, met name in de tijd voordat de Scheldetunnel er was, was dat gewoon heel praktisch dichterbij. Tja, die dubbele nationaliteit. Ook als Nederlander kun je trouwens tussen de uitgeprocedeerde asielzoekers in een vreemdelingbewaring komen. Dit zal dan uiteraard niet tot een uitwijzing uit het land leiden, zoals andere asielzoekers kan overkomen. Bij iemand uit Nederland is het meest waarschijnlijke land van herkomst natuurlijk wel bekend. Een Amsterdamse activist van de actiegroep Squad.net weigerde in januari 2007, toen hij zich voor de rechter moest verantwoorden vanwege de verdenking van een sabotageactie, om zijn identiteit bekend te maken. Iets wat in deze actiekringen vaker gangbaar is. Hij werd vervolgens door de rechter anoniem veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 5 weken, die hij meteen daarop heeft uitgezeten. Nadat hij die straf had uitgezeten, werd hij vervolgens overgeplaatst naar de vreemdelingengevangenis op kamp Zeist, die toen nog bestond. In zo'n centrum is er, om het de asielzoekers vanwege een te geriefelijke detentie niet te aantrekkelijk te maken, een veel soberder bewind dan in een echte gevangenis. Per cel zitten er bijvoorbeeld 4 tot 6 gevangenen. Bovendien is er geen einddatum aan de tijd die je hier opgesloten kunt zijn. De betreffende persoon zou, als hij daarin zou volharden om zijn identiteit niet bekend te maken, in theorie tot aan zijn dood tussen de uitgeprocedeerde asielzoekers zijn dagen moeten slijten. Mij is niet bekend hoe dit is afgelopen. Het geval speelde dus in 2007. Wanneer je als bezitter van meerdere paspoorten in een land verblijft, dan geldt voor het land waar je binnenkomt alleen de nationaliteit van het paspoort dat je bij binnenkomst hebt laten zien. Word je als iemand met zowel een Nederlands als een Belgisch paspoort in Nederland en ga je naar de VS, dan kun je voor binnenkomst dus kiezen of je daar als Nederlander of als Belg wilt rondlopen. Dat geldt overigens in de meeste landen niet als één van die 2 of 3 paspoorten het paspoort is van het land waar men binnenkomt. In dat geval is het paspoort van het land zelf het paspoort waarmee je wordt binnengereisd. Het behoren tot de nationaliteit is iets merkwaardigs. Het is voor een deel een gevoels- of eigenlijk een identiteitskwestie. Zoiets is lastig in wetgeving te vatten en om die reden is het vaak ook niet al te eenduidig omschreven. Het bezit van een 2e of 1/3 nationaliteit is, zoals ik al zei, niet iets wat je in alle gevallen kunt voorkomen. Bekend is het voorbeeld van een in Canada geboren kind van een Engelse vader en een Japanse moeder dat bij de geboorte dwingend 3 nationaliteiten krijgt.
Volgens de Canadese wetgeving hangt de nationaliteit van een kind af van het grondgebied waar hij of zij geboren wordt. Om die reden werd bij de geboorte van de Nederlandse prinsessen in Canada tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de ziekenhuiskamer waar het gebeurde diplomatieke status van Nederland toegekend. Zodoende vonden die geboortes toch op Nederlandse bodem plaats en waren de prinsessen alleen Nederlands staatsburger. In Engeland echter is het de nationaliteit van de vader die een kind bij de geboorte verkrijgt en in Japan is dat de moeder. Bronvermelding en verantwoording. Ik heb voor deze tekst onder andere gesproken met enkele ambassades, met het ministerie van Buitenlandse Zaken, met het IND en met het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vanavond is trouwens de D-Star-ronde vanaf 8:30, dat wil ik ook nog even melden. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 's ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.